Voor de volgende genomineerden nemen we de veerboot naar Texel. We kennen het prachtige Waddeneiland natuurlijk van de markante vuurtoren, de schitterende natuur en de schattige zeehondjes. Maar het eiland heeft veel meer te bieden en daarom heeft een aantal ondernemende Texelaars de handen ineengeslagen. Onder de noemer Zo Texels laten authentieke Texelaars hun gasten de meest bijzondere plekken van het eiland zien. Boerin Marieke bijvoorbeeld. Zij neemt haar campinggasten maar wat graag mee voor een ritje op haar trekker. Niet alleen om ze een frisse neus te laten halen, maar ook om kersverse bramen te gaan plukken om er jam van te maken. Theo laat zijn gasten kennis maken met het leven als jutter en toont trots zijn bijzondere vondsten. Piet en Ina staan te popelen om hun gasten te ontvangen in het Texelse joertverblijf. En daarnaast kan Ina alles vertellen over de fijne kneepjes van het schapenvachtfilter. En houdt Piet met zijn gitaar en Texels timbre de stemming erin. Blow into my face with scorn, but it's not that way I wasn't born to lose you. U hoort het. Piet kan zo door naar de finale van The Voice of Texel. En voor de finale van de VVV Rob de Bezzeboord is het slotakkoord voor de Zo Texelse gastvrouw Trinette Hin. Door Zo Texels ben ik met andere ogen naar het eiland Texel gaan kijken. En wat voor ons zo gewoon is, is voor de gasten heel bijzonder. Dat komt omdat authentieke, originele, eigenzinnige Texelaars je meenemen naar hun Texelse wereld. En daar hun Texels verhalen vertellen. Dat zorgt ervoor dat je als gast een unieke ervaring meemaakt. En dat is tegenwoordig waar het om gaat.